hartelijk welkom hier in deze mooie zaak. Momenteel is het nog een beetje droog, maar achteraf gaat Bert, voilà, je is al aan het voorbereiden. Ik ben Philippe Valais, deken van Dekenij de Groene Veluwe. Hoe ben ik daarin gesukkeld? 2019 vroeg het toenmalige bestuur van de Groene Veluwe. Een bestuur dat een beetje op non-actief stond. Vroegen die aan een aantal mensen waren die aan het rondgaan op het Veluweplein en de Groentemarkt om te kijken wie dat de vlag wou overnemen. Ik was hier toen pas aangeland op het Veluweplein als uitbater van de vismijn. En ja, dat sprak mij wel aan om mij een beetje geïntegreerd te voelen. En zo stilletjes aan zijn we tot een bestuur gekomen van mag niet zeggen jonge mensen, hè, maar een jonger bestuur, een nieuw bestuur, van mensen die er willen voor gaan. In eerste instantie is dat Henk Hellemans, u al een zeer goed kent van de Watertoerist, is dat Katrien Hageman van de Candy Corner, is dat Wouter van het Halvenhuis, kunt u waarschijnlijk ook allemaal goed bekend. En is dat onze gastheer van vandaag, Bert Stevens, van wie we zeer blij zijn dat we dit hier mogen organiseren. Van zodra dat we een nieuw bestuur hadden, zijn we een beetje beginnen brainstormen en zeggen oké, welke richting willen wij uit met deze twee pleinen. Wat mij betreft, en ik ben denk ik objectief als ik dat zeg, de twee mooiste pleinen van Gent. Ja? Die een beetje stiefmoedelijk behandeld worden, vinden wij, waar niet echt de groot dynamisme van afloopt. We hebben een aantal dingen tegen. We hebben de fietsenrekken die geplaatst zijn geworden rond de schandpaal op het Veluweplein, waar we erin geslaagd zijn met veel moeite om van dat 6 naar 3 te brengen. Het probleem was alleen dat dat niet echt mooi was, maar dat het ook heel moeilijk was om beleverd te worden. We zitten met de problematiek van mobiliteit, waar het voor beleveren, we zijn allemaal ondernemers, niet evident is hier. Mensen moeten kilometers rondrijden om hier te geraken, zelfs met vergunning, enzovoort, enzovoort. Allee, daar wouden wij als bestuur aan werken. We hadden ook een idee uitgewerkt waar we met de pleinen qua sfeer naartoe wilden. We wouden daar geen massapleinen van maken, dat kan ook niet, dat hoeft ook niet. We wouden daar stiltepleinen, sfeerpleinen, cultuurpleinen van maken. Ergens een beetje tussen, en dan denk ik aan de Gentse feesten, tussen de drukte en het geweld van de Korenmarkt en Sint-Jacobs. Dus dat stond allemaal mooi op papier, we hadden daar grootse plannen mee en toen kwam corona. En toen was het even op hold. En dan ging het weer open en dan hadden wij direct weer een programma klaar om iets te gaan doen. We hebben ook de aanvraag gedaan voor het knalfonds. We hebben dat ook verkregen, maar dat werd dan weer ingetrokken door corona enzovoort enzovoort. Dus vandaar dat het maar bleef slabakken. Maar goed, we zijn blij dat we er eindelijk, en zo ziet het er toch uit, dat we eindelijk onze lieve leien feesten. Ik vind dat een mooie naam, omdat we aan de Lieve en de Leie liggen. De Lieve Leie feesten kunnen eindelijk doorgaan. En we krijgen daarnet bericht, misschien een kleine opmerking terzijde, dat op 23 juni de goedkeuring zal zijn. Alleen dat het voorkomt in de gemeenteraad. Het is 3,5 maanden geleden aangevraagd. Dus, maar goed, we gaan ervan uit dat dat allemaal in orde komt. Want als ik dat hoor bij de meeste organisatoren, is dat zo. Dat eigenlijk alles al klaar is voor alleen dat ze de vergunning krijgen, want anders komt het nooit in orde. Sorry. Maar goed, we zijn heel blij dat het lukt. En het idee is altijd geweest dat de twee pleinen een evenwaardig programma moeten hebben. Want het is vreemd, wij zijn de enige dekenij in Gent die tot twee sfeergebieden behoort. Wij zijn eigenlijk in twee gesplitst. Door de leien, maar toch willen we samen naar buiten treden omdat we toch een communicerende vaten zijn bij manier van spreken, dat we elk onze eigen sfeer hebben, maar dat we daar toch willen naar buiten treden als één locatie.
En vandaar dat we een programma samengesteld hebben, een alternerend programma, op een tweedaags programma, 25 juni en 26 juni, waar groepen alterneren tussen de twee pleinen, zodanig dat het ene plein niet moet zeggen van oké, daar hebben we een grotere artiest gehad of hier, dat dat eigenlijk voor allemaal gelijk is. We hebben u een lijstje gemaakt met het programma en met de groepen, maar ik stel voor dat de man die daar toch de grote trekker in geweest is en ere wie ere toekomt, dat Genk de artiesten voorstaat. Ik wil, ze is er niet, toch ook nog heel erg bedanken Katrien, die mijn secretaresse is. En ook, is zij ook onder dekenin? Ja, maar ze wil dat niet, maar ze is dat wel. Dus Katrien die heel de administratie doet en dat heel goed doet. En dan mijn twee andere creatieve bestuursleden die er altijd staan. En dat zullen we nu ook de komende binnen twee weekends bewijzen. Onze ambitie is om wat wij nu doen, om daar een constante van te maken. En wij hopen dat het weer mee zit zoals vandaag. En dat wij tonen dat de sfeer op deze pleinen veel beter kan dan dat ze vandaag is. Ondersteund door Gentse artiesten. En wij denken dat, dat Schepen Brakenveld zeer tevreden moet zijn met het programma. Want als je eergisteren in de krant ziet dat hij wil dat de pleinen meer Gents worden, meer voor de Gentenaars, enzovoort, enzovoort. Dat is eigenlijk wat wij voor corona al gezegd hebben en beslist hebben om te gaan doen met deze twee pleinen. Genk, had jij? En ik denk dat ik al genoeg gebabbeld heb nu en straks kunnen er rustig nog wat vragen komen. Gaan we graag antwoorden. Alsjeblieft. In mijn beurt doe ik iedereen welkom. De meeste artiesten zijn hier aanwezig, waarvoor mijn dank. We hebben een mooi programma dat opbouwt. In de voormiddag doen we op de beide pleinen twee dagen lang altijd iets voor de kinderen. En nu een DJ-set, maar die kon vandaag helaas niet aanwezig zijn. En die persoon die zal ook 's avonds afsluiten naar mijn DJ-set voor de volwassenen. Vervolgens hebben we dan Singeland met Chris van der Schuren. En dat is natuurlijk met onze bekende man daar. Kom jij even je eigen voorstellen? Ja? Ja, ik vervang Chris, want Chris was verhinderd. Hè. Dus ik werk al samen met Chris al 10 jaar bij Genk ook, met de Lange Zangbuurt. En via Genk had dan gevraagd om de liedjes van de Zangbuurt een keer te brengen hier ook op de beide pleinen op de Dikkelijfeesten. Voilà. Dan blijft er ook nog een van onze bootkicks die komt spelen, dat is Alina, met het groepje Flamboyant. Samengekomen, ik met twee vrienden van mij, om die band op te starten. Want iedere keer zijn een beetje verloren, want alles viel weg. En die groep doet ons super veel deugd. We beginnen zo met de melancholische nummers. En dan bouwen we op het einde is het eerder om te dansen. Een beetje cumbia en zo. Het is een mix van stijlen. La Salicella, Roma liederen. Mexicaanse nummers, een beetje van alles. We gaan er zelf op het vierde plein ook twee Gentse nummers spelen. Een beetje cabaret. Voilà. Dank u. Dan op zondag gaan we starten met een aperitief concert op de Groentemarkt. En dat is de Mardi Gras Jazzband, die zich even mag komen voorstellen. Goedemorgen allemaal, ik ben Michel Simons, de trompetist van de Mardi Gras Jazzband. De band bestaat volgend jaar een 40-tal jaar en we zijn een band vrienden die misschien ook wat minder jong geworden zijn intussen, maar met toch wat ervaring op de oude stijljazz. En wij spelen hier op de Groentemarkt van 11 tot 13 uur. En we hopen en we zullen zeker ons best doen om daar wat ambiance in te brengen. Dank u. Dank u wel. Dan op zondag gaan we ook nog verder met de Adem. Dat is een van onze andere bootgidsen, maar die komen vandaag niet aanwezig zijn. En tenslotte de twee avonden, zowel op zaterdag als op zondag, hebben we een mooie afsluiter met diëtisch. Dus ik kus, zeg maar een keer wat helemaal doet.
Met de ethisch brengen wij muziek uit de ethisch. Lang zoeken wij dan die achterpakken zo naam. Wij gaan de ambiance van de jaren 80 doen herleven. En ik zeg niet dat we dat gaan proberen, we gaan dat gewoon doen, omdat dat overal lukt. Dat klinkt niet echt bescheiden, denk ik. Maar dat moet hier lukken, want we worden daar voor betaald. En de mensen gaan dat leuk vinden, want de jaren 80 was een decennium van heel mooie muziek, van heel veel hoop, van toenemende koopkracht. En toen was de rust alleen nog een bedreiging. Dus het was eigenlijk een goed stuk beter vroeger. En kost me nog tot hier met noten. Maar voor het van de rest, we gaan ons amuseren, we gaan ambiance maken, zoveel mogelijk. En bedankt om zoiets te organiseren in moeilijke tijden. Wij zijn altijd een heel grote merci. Ik denk dat dat ook in de naam is van Dan, de artiesten. Jullie nemen het risico op boetes, op te weinig inkomsten enzovoort. Dus eigenlijk alle applaus gaat vooral naar de organisatoren. Dank u wel. Van mij. Dan op mijn beurt wens ik jullie uiteraard te bedanken voor jullie aanwezigheid. En stel ik voor dat jullie allemaal even voor bij Bert komen, dat dan een glaasje klaarstaan. En wij staan ter beschikking als er nog wat vragen zijn. Dank u wel. Alsjeblieft. Een paar duizend mensen hangen. Ja, goed hè. Moet je altijd lang duren, hè? Hoi.